werkzaamheden als haventrekker bij Scania Logistics. Het zijn het ophalen van de trailers. Vervolgens lossen we die samen met de heftruckchauffeurs en collega's. Er valt ook versnellingsbakken onder, banden, noem alles maar op. Als dat gebeurd is, maken we de trailer weer dicht. Brengen we die terug naar de trailerparking. Zetten we daar de lege trailer weer neer. En gaan we weer op naar de volgende. Mijn dag begint 's ochtends altijd even met een bak koffie. Gezellig met de collega's even het begin van de dag doornemen. Vervolgens komt onze teamleider langs en die vertelt wat er allemaal te gebeuren staat vandaag. En dan beginnen we aan onze bezigheden. Wat ik leuk vind aan mijn functie is dat ik ten eerste op dit prachtige apparaat mag rijden. Ja, het samenwerken met mijn collega's, wat een heel fijn team is. En ik heb veel vrijheid. De reden waarom ik haventrekker ben geworden, ik kwam hier eigenlijk altijd al met de brommer naartoe. En dan zag ik altijd al een hele grote haventrekker bij de stoplichten staan. Dat vond ik al best wel interessant. En daarna kreeg ik een e-mail van Randstad, waarbij ze dus haventrekkers zochten. Heb ik gelijk op gereageerd om het te proberen. En ik vond het heel erg leuk. Ik was heel erg enthousiast. En vanaf daar ben ik de opleiding gestart. Ik heb contact opgenomen met Randstad. En ik kreeg te horen dat er een functie beschikbaar was als haventrekker. Nou, dat klonk mij wel goed in de oren. En sindsdien werk ik er al bijna 2 jaar. En ondertussen ook al een vast contract aangeboden gekregen. Dus, Ik ben met 0% ervaring binnengekomen. De heren hebben mij heel snel door het proces heen geholpen. Bijvoorbeeld met het rondrijden van de trailer, het achteruit inparkeren, heel simpel spanbanden losmaken. Maar nu kan ik het allemaal zelf. Of ik hier voorheen ervaring had als haventrekker? Nee. Ik kom uit de logistieke wereld. Maar ik had hiervoor nog nooit een aanhanger of iets gereden. Maar ik had een trekkerrijbewijs. Dat is alles wat je nodig hebt om dit voertuig te mogen besturen. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Het klikte goed en voor ik wist was ik hiermee bezig. Redelijk bedreven. En ondertussen zit ik hier al bijna 2 jaar.